Voor de mensen die vaker over de Holy Single rijden is het eigenlijk helemaal niet nieuw. Deze gele afzettingsstrepen en verdrijvingsvlakken. Maar eigenlijk gaat dat dus helemaal niet meer veranderen. Het blijft zo als het aan het college ligt. De strepen zijn eigenlijk zo neergezet op de rechterbaan aan beide kanten van de Holy Single om de snelheid eruit te halen. En dat heeft gewerkt. En het idee is nu dat het dus blijft. En dat de strepen uiteindelijk ook wit worden. Wij zijn er ontzettend blij mee, zeker omdat we ook aan de weg wonen. Het is echt af en toe een racebaan en het resultaat is natuurlijk daar. Sarah is aangereden door een motorrijder die gewoon zo ontzettend hard reed. Voor ons is het echt fijn. Ik heb zelf een zoon van 12 jaar en een dochter van 4. Het afgelopen half jaar, sinds dat de afzettingsstrepen er zijn en dat er mobiele flitsen actief zijn van de Frederik Hendriklaan tot aan de Churchill Single, is volgens de gemeente eigenlijk het aantal hardrijders heel erg afgenomen. Richting de A20 gaat dat zelfs om een afname van 60%. Maar mensen die eigenlijk in Holy wonen zijn het daar niet helemaal mee eens. En het gaat er mij om, wat ons stoort, is dat op het moment dat het rustig is, dat men wel hard rijdt. En dat wel een racebaan effect is hier. Dus dat wordt niet verholpen. Want zo gauw ze rustiger is, dan rijdt men hier 100, 110. En dan kan je wel zeggen van weet je nog, er zijn hier doden gevallen, maar daar ligt men niet wakker van. Het verkeersbesluit om de Holy Single aan beide richtingen te versmallen naar één baan moet nog wel worden aangenomen. Als dat gebeurt, dan is het even snel inhalen er hier niet meer bij. Sinds het één baan is geworden, de doorstroom is exact hetzelfde. Alleen de snelheid is echt enorm omlaag gegaan. Dus voor ons, we zijn er echt blij mee.